Kijkers, Botlek TV, Link Media, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, afhankelijk van wanneer u kijkt. We zijn hier op het plein in Waterland. Heeft dit nog een speciale naam? Ja, het is gewoon Winkelcentrum Waterland. Dus dat. Dan weet iedereen waar het is. Winkelcentrum Waterland. En er wordt hier gewerkt, want er wordt nieuwe bestrating aangebracht. Dus vandaar dat u af en toe wat achtergrondgeluidjes hoort. Maar dat hoort erbij. Er moet gewerkt worden in Spijkenissen. Moet allemaal mooi en leuk worden. En Chanel Zoe, achternaam? De Ruiter. De Ruiter. Jij maakt het eigenlijk leuk en gezellig, samen met een hele grote groep vrijwilligers. Want vertel eens aan de kijkers, waar ben je mee bezig met de voorbereidingen van? We zijn bezig met de voorbereidingen van de tweede editie van Waterfest. Vorig jaar heeft die plaatsgevonden op 25 juni en dit jaar zal die op 23 juni gewoon weer plaatsvinden op Winkelcentrum Waterland ook. Ja. En wat is Waterfest? Waterfest is een festival dat beginnend talent de kans geeft. We hebben beginnende artiesten, maar ook op het plein van onze vrijwilligers lopen ook een aantal beginners rond. We hebben ook een beginnende journalist, Sarah. Zij gaat de mensen en iedereen interviewen, maar ze doet ook onze TikTok onderhouden. Dus dat. En dan hebben we er nog veel meer die beginnend zijn. Ja. Maar allerlei talenten. Maar accent ligt op muziek, is het niet? Zeker. Ja, vanuit daar ben ik ook gestart met Waterfest. Want ik ben zelf een beginnende artiest. En het gebeurt veel te weinig dat wij een plek krijgen om op te treden. En zo wou ik de rest ook een plek bieden om toch zichzelf te laten zien en meer op de kaart te zetten. Ja, Botlek TV is vorig jaar ook hier geweest. U kunt dat filmpje kunt u nog eventjes terugkijken op YouTube. Gewoon Waterfest, Waterfeest moet ik zeggen, intikken en dan komt u er vanzelf. Yes, let's go. Want wij zijn hand in hand samen lopen door de straten. Oh, ik hou van jou en ik ga je nooit verlaten. Weg met alle tegenslagen, kom lekker hier. We laten het los en we hebben plezier. Het leven is oké, alles op de rit. Lekker in mijn vel, beter kan het niet. Ik dacht dat dit het was, er is iets veranderd. Ik dacht dat het goed was, totdat ik jou zag. De toekomst nam een weg onbekend. Het plan dat gemaakt was, ver voor jij hier was. Waaraan ik zo lang had gewerkt. It seems you cannot be placed, and I'm the one who will stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. Ja, wat heet talent. Er zaten er echt juweeltjes zaten ertussen. En als ik naar jou kijk, je hebt er een optreden aan overgehouden, samen met nog iemand, in Theater Zuidplein notabene. Daar zijn ze in de talkshow op Zuid geweest. Wie was die andere?
Dat was Nadia. Nadia die was toen ook aanwezig. Zij heeft hier de spits afgebeten op Waterfest afgelopen jaar. Ja, mensen kunnen zich inschrijven. Hè? Zit er een leeftijdslimiet aan vanaf tot? Is het van 8 tot 88? Of specifiek zeg maar op tieners, twintigers? Nee, er zit geen leeftijd aangebonden. Je moet natuurlijk wel niet als je 4 of 5, dan ben je net iets te jong denk ik om op het podium te staan. Maar verder, als jij een talent hebt, je bent muzikaal, DJ, je bent in een band of een ander muzikaal rapper of zo, dan ben je van harte welkom om je aan te melden voor Waterfest. Nou ken ik geen rappers van 93, maar ik ken wel een accordeonist van 93. Is zo iemand ook welkom? Ja, zeker. Het is... Enige lichte aarzeling natuurlijk, hè, want je wil natuurlijk lekker jong publiek hebben en jonge artiesten. Maar vooral ook om de ouderen die hier komen kijken te vermaken. Zo is het toch eigenlijk. Hè? Maar als er iemand tussen zit, oproep, 93 jaar, u speelt accordeon, viool of trompet... Kom rustig lang, zou ik zeggen. Want het is een feest in Waterland. Ja, zeker. Sponsoring, daar ben je ook naar op zoek. Link Media, Botlek TV, allemaal armoedzaaiers, joh. We doen het allemaal gratis. Het zijn vrijwilligers die bezig zijn. Krijgen er zelf geen cent voor. Dus kan je ook moeilijk wat geld weggeven. Maar daarvoor wel publiciteit. Sponsors hebben die al. We mogen geen sluikreclame maken. Dus als je er één noemt, moet je er ineens een heleboel noemen. Of doe je een oproep om nieuwe sponsors te krijgen? Ik wil eigenlijk een oproep doen om sponsors te krijgen. Want alles is meegenomen om Waterfest nog groter en beter te maken dan vorig jaar. Dus zeker, we zijn sowieso op zoek naar ondernemers die het leuk vinden om bij te dragen aan Waterfest. We hebben 3 verschillende sponsorpakketten en bij elk sponsorpakket zorgen wij er ook voor dat je bepaalde reclame voor het bedrijf maakt. Dan voor €75 kom je bijvoorbeeld op de banner en social media plus een link naar je website. €150 dan vermelden we je ook op de banner, social media en onze website. Die is nu in de maak en er komt dan ook een link naar je website op. En we hebben voor €250 eentje en dan vermelden we je eigenlijk op alles. Flyer, poster, banner, social media, website. Dus daar zijn we hard naar op zoek. Ja, en ga je echt de winkeliers af? Of, want alleen een oproep, met alle respect natuurlijk voor onszelf, dat de mensen kijken. Maar daar bereik je niet alles en iedereen mee. Zijn jullie echt daadwerkelijk zoekende? Loop je winkels af? Ga je naar bedrijven? Schrijf je ze aan? Ja, we zijn zeker. We hebben een hele lijst met bedrijven gemaakt waar we langs kunnen gaan. Waarvan we denken, die zouden misschien wel overwegen om ons ermee te helpen. En we zijn nu vooral de flyers aan het verspreiden. En dan ga ik persoonlijk gewoon bij de ondernemers langs. Vertel ik over Waterfest. En dan stel ik de vraag van of ze interesse hebben. En dan kunnen ze ons via... Op de flyer staat dan de gegevens waar ze op ons kunnen bereiken. Ja. En zo kunnen ze... Als je mee wil doen als talent... Dan heb je nog tot 14 april heb je de tijd. Misschien nog een paar dagjes daarna. Maar dan sluit het toch wel. Hè? Want je moet een hele organisatie moet je optuigen. Tijdslijn maken, programma. De flyers moeten gereed gemaakt worden. Dus zo'n beetje 14. Nou, max 16. Laten we de 2 dagjes bij doen. Maar dan moet je wel aangemeld zijn. Dus je hebt nog een kleine 2 weken heb je de tijd. Maar de sponsors, die mogen het bij wijze van spreken tot op de dag zelf mogen ze komen en zo cash geld in de handen stoppen. Dan komt het altijd terecht. Maar als u nou kijkt en u heeft een bedrijf of een winkel of u hebt de staatsloterij gewonnen. Denk dan eventjes gewoon aan Waterfest, aan Chanel Zoe met al haar vrijwilligers om van dit leuke winkelcentrum nog leuker winkelcentrum te maken. Want mensen... verderop in Spijkenissen Noord, die komen waarschijnlijk nooit aan deze kant. En andersom zal dat ook niet zo snel het geval zijn. Maar kom wel op 23, op zaterdag neem ik aan. Zondag. Ja. Op zondag 23 juni, kom dan naar Waterland en geniet van een geweldig festival. Hoe laat begint het?
Het begint om 2 uur en het is tot 8 uur 's avonds. Dus zo kan je zeker 6 uur lang genieten van allerlei verschillende muziekstijlen. Want we hebben singer-songwriters, maar we hebben ook verschillende bandjes. Denk aan rock, pop, ja, lekker van alles door elkaar heen. Zodat er voor iedereen wat is. Nou, is er een buikdanseres of een vuurspuwer? Mogen die ook komen? Nou, je bent altijd van welkom om je aan te melden. Maar ik beslis altijd nog met het team. Ja. Dus we focussen ons vooral op de muziekkant. De artiesten voor op het podium. En dan de mensen die ons als vrijwilliger kunnen helpen voor op het festival. Om het festival nog beter te maken op de dag zelf. Ja, want er moet een podium gebouwd worden. Kraampjes komen er. Er zijn van allerlei zaken die natuurlijk op een leuke manier moeten worden neergezet. Versiering, noem maar op. Dus als je te kijken, en het wordt dadelijk ook via social media wordt het gedeeld, en TikTok en weet ik het allemaal. En je hebt zin om hier dan een leuke middag mee te maken op zondag 23 juni. Aanmelden. En waar kan dat? Nu gauw even een pen pakken, ouderwetse pen. Of je telefoon erbij houden. Wil je het nog een keer zeggen? Ja. Waterfest, Waterland, apenstaartjehotmail.com. Oké. We hopen dat u gewoon op de 23e dat we u hier zien, want wij zijn er ook. Dit was Botlek TV. Achter de camera Roel van Deursen, Joop van Doorn en de prachtige, mooie, lieve Chanel Zoe de Ruiter. Dankjewel. Dankjewel.